Na ruim 5 maanden afwezigheid van de SLM Airbus A340-313, is het toestel vanaf vandaag weer operationeel op de Mid-Atlantische route. De SLM Airbus is omstreeks 7:45 ochtends vanmorgen vertrokken vanuit Amsterdam naar Paramaribo. De verwachte aankomsttijd is gesteld op 16:08 s'avonds hedenavond op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Bevestigt de afdeling Public Relations van SLM tegenover Starnews, sinds december 2018 was het toestel in Han, Duitsland voor het toen geplande onderhoudsschema. De Airbus die aanvankelijk in maart 2019 terug werd verwacht, bleef langer weg vanwege extra operationele, technische werkzaamheden. Tijdens de absentie van de SLM Airbus werd de Mid-Atlantische route onderhouden door Spaanse en Belgische luchtvaartmaatschappijen. Het financiële effect van de onderhoudsvertraging was en is nog duidelijk voelbaar, maar er wordt met man en macht gewerkt aan de continuïteit van de nationale trots, zegt de SLM. Door de verschillende aanpassingen zal de komende periode geen in-flight entertainment worden aangeboden. Passagiers kunnen gebruik maken van hun eigen gedownloade content op hun mobiele telefoon, laptop en/of tablet. Voor passagiers die met kinderen reizen is er bij het cabinepersoneel een gratis kinderverwenpakketje te verkrijgen. De SLM zegt eraan te werken passagiers zo spoedig mogelijk weer te kunnen voorzien van een optimale in-flight entertainment.